In Utrecht, vlakbij het Merwedekanaal en het park Ogenal, wordt een modern wooncomplex gebouwd. Meesters buiten. Het hoogste punt is bereikt. De afbouw is begonnen. We zijn stalmozijnen aan het stellen voor de bergingen van de appartementen. Dus straks kom je muren van kalkzandsteen tussen en dan heeft iedereen zijn aparte berging. De kozijnen die u net zag dat we die stelden, die kun je hier op de plattegrond zien. Dat zijn die kozijnen met de deur die open staat. Dus je kunt nu ook al de muren zien van alle bergingen. Ja. En hoe de indeling wordt. En dan in deze hoek waar je binnenkomt, daar komen aan beide kanten een plek voor de fietsen. Wij zijn met een middel of tut wandelen. Lampen monteren. En waar is dat voor? Het zijn de woningscheidende wanden. Die maken ze niet van kalkzandsteen, maar van gips. Met een betere waarde, een hogere waarde. Zo, die zit vast. Wat blauw geasseerd is, dat zijn de wanden die met of tut worden. Die monteren wij. Dit is de openbare ruimte zelf. Dit is de entreehal hier. En dan is dit een woning, dat is de woonkamer. En dit is ook weer een andere woning. En daarom zit er dus deze wand van ons ertussen, de schijningswand. Een lijnlezer. Dit gebruiken we om de wanden uit te zetten. Het is een heel eenvoudig apparaat. Er zit dus een laserlamp in. En het gaat door de zwaartekracht, staat hij gewoon waterpas eigenlijk. Ja. Als je hem neerzet op de grond, dan krijg je een lijn, verticaal en horizontaal. En buiten, nog even doorwerken. Ja, soms zoals je hebt deze stenen, soms heb je stenen van 24 centimeter, alle maat heb je en verschillende diktes, ja. Ook verschillende voegen. Alleen als je zo groot bent als ik en je moet onder die stegers doorlopen, ben je net iets te groot. Ja, dan is het wel goed dat we helmen dragen. Ja, de stenen moeten wel droog zijn. Maar het zijn geïmpregneerde stenen. Ja. Kijk, als ze echt nat zijn, dan krijg je ook wordt de muur niet mooier dan. Ja, en de stenen zijn goed hier? De stenen zijn goed. Het materiaal is goed, de specie is goed. En de mankracht is goed? En de mankracht is goed. Ja. Maar wat te denken van stijgerbouwers? Een verantwoordelijk vak. Ja, wij zijn hier wel later gekomen. Er stond al een gedeelte. En, ja, of we hier blijven, dat weet ik ook niet. Nee, wij worden ingehuurd, maar ja. Het kan goed zijn dat we hier tot het einde van het project blijven. Ja. Dat is eigenlijk nog niet bekend. Dus als we iets minder werk hebben, dan bellen we elkaar op. En dan kijken we of we ergens aan de slag kunnen. Dus ja, tot nu toe mogen we nog niet klagen. Het kan altijd beter. Ja. Ja, dat is ook serieus. Dan doorlaten we het doek hebben geplaatst. En in twee lagen doen we dat, of in twee lagen. Hey, dat je elkaar overlapt. Dat het vocht mooi afloopt over het doek heen. Hier af naar beneden. De skyline van Utrecht Centrum. Stijgerplanken wel goed leggen. Koffie. Zelfbediening. Gaat uw gang. Ah, hier komt zo'n zwart ding komt erin, weet je wel. Dat heb je daar wel gezien, denk ik, hè? Daar. Ja. Zie je dat? Ja. En dat past hier niet. En dan moet het ijzer weg. Oh. Dus dan past hij er niet op. Ja, ja. Nou, dit is wel een veiligheidsbril, ja. Ja, ja. Ja, met een voertuiglijn.
Nu is er ook wel andere lijn voor, dat is wat milieuvriendelijker, want je ziet wel, ik had zo'n koolstoffilter heb ik erbij, maar anders dan is het echt niet te hard. Dan, heb je, dan krijg je die schilderziekte van. Hè? Ja, dus, Het T-profiel geeft de plaats aan waar de binnenmuur moet komen. Binnenmuren plaatsen en dat helemaal alleen. De laatste hand aan het dak en dakterras van de woning.